Ik ben Tim. En ik ben Roos. En dit is Reported. Gemeente reinigen is een prachtig vak. En toch willen maar weinig jongeren vuilnisman worden. En dat vinden wij zonde. En dus gaan wij vandaag de charme van het vak laten zien. Je moet zeg maar het vuil op een soort rijtje leggen, zodat die wagen er overheen kan en die zuigt het op ofzo. Zo ben ik, hè? Ja. En hoe heet zoiets? Een stampotje. Het ziet eruit als een stampotje. Heel. Ik vraag me af of er nog meer mensen zijn die een talent hebben om vuilnisman te worden. Hé, raap dat eens op. Meneer, raapt u dat eens op? Meneer? Nou, meneer. Goed, hè? Hé, maar meneer, dit is toch zonde van de stad? Paardenneuker. Die mensen die je onderweg tegenkomt, hoe reageren die eigenlijk meestal op jullie? Ja, de ene keer is het wel positief, maar ook wel eens agressief. Maar wat is nou echt het meest agressieve dat je ooit hebt meegemaakt? Ja, dat mensen bewust tegen je aanlopen en dan zeggen van, ik weet niet hoe ze aangaan. Ja, je moet je eigenlijk niet eens storen. Heb je wel het idee dat er over het algemeen genoeg waardering is voor wat jullie doen? Ja, zeker wel. Vooral als je door straten heen loopt en is het gaan van, god jongens, dat is opgeknapt, dan ga ik lekker vries. Dus het wordt echt wel gewaardeerd. Ik heb de spullen nu even op de grond gelegd. Want misschien zijn er wel mensen die het uit zichzelf oprapen. Wat is echt het allermooiste dat je als gemeentereiniger mee kan maken? Koninginnedag en de Josdag. Het is wel een hele grote vervuiling. Maar dan heb je wel een volledige ingang van je werk. Want je ziet als je op het moment de straat oploopt en je kijkt in de linker, dan is het niet te overzien. En dan kijk je de aan van de ochtend en denk je, nou, het ziet er allemaal goed uit. En dan krijg je ook allerlei complimenten van winkeliers, van mensen die op straat lopen. Dus dat is wel leuk. Hoe zou Amsterdam eruit zien zonder reinigingsdienst? Behoorlijk smerig, denk ik. Ik denk dat het dan net zoals in wat je in Napels hebt tegenwoordig, al die vuilnisproblemen. En als jij op een verjaardag zegt dat je bij de gemeentereiniging werkt, hoe reageren mensen daar dan op? Nou, verschillend. Maar ja, ik denk dat je iedereen toch wel in zijn waarde moet laten, gewoon met het werk wat hij verricht. Zou jij nu of misschien in een volgend leven kunnen voorstellen dat je vuilnisman of vrouw wordt? Ja hoor. Je zou daar niet misschien in een volgend leven over na willen denken? Ja, zou ik het heel goed willen doen. Ja? Ja. En wat zou dan uw artiestennaam als vuilnisman zijn? Willem Werpzak. Willem Werpzak. Tot ziens Willem Werpzak. Daar gaat hij. Willem Werpzak. De enige echte. Met zijn rode broek. En wilde je vroeger ook altijd al met zo'n wagen door de stad rijden? Ja, als je het me vroeger had gevraagd, natuurlijk niet. Maar ja, je moet blij zijn tegenwoordig dat je werk hebt natuurlijk. En ja, ik ben er blij mee. Maar wat wilde je vroeger worden? Ja, ik wilde eigenlijk vroeger al dat profvoetballer worden. En, maar ja, dat is dus helaas niet gelukt. Je kan er redelijk van rondkomen, laat ik het zo zeggen. En eigenlijk moet het werk wat we doen eigenlijk wat meer gewaardeerd worden af en toe. Ik had al heel erg veel waardering voor de gemeentereiniging, maar nu helemaal. Het is echt ontzettend leuk werk. Heel erg bedankt voor het meelopen. Ik vond het heel erg leuk. Graag gedaan. Het was ook gezellig dat jullie erbij waren. Maar konden we het een beetje? Jawel, tuurlijk wel. Ik heb jullie een bezigheid aangegeven vanmorgen en even uitleg gegeven over de instructie. En ik vind dat jullie er ook wel aanleg voor hebben. Het ging hartstikke goed. Maar wie vond je nou het best? Alle twee. Alle twee? Alle twee, ja. Dit was Reported. Tot volgende week. Okay.